Hallo bij Legion en welkom bij een nieuwe part van Call of Duty Modern Warfare 2. In de vorige part hebben wij het Witte Huis gered en hebben wij met flares gespeeld en dat was allemaal wel leuk en aardig. Maar nu gaan we het echte werk doen. We gaan samen met Captain Price, Soap en Alzroach gaan wij iets opblazen. Once his face is revealed, we will write history, gentlemen. These are the last safe havens left on Earth for Makarov and his men. Sounds like we gotta be in two places at once. Impossible? Nope. Not for the 141. 50-50 chance to take out Makarov, eh? Price, request permission to take the safe house for Roach. Granted. Soap and I will take the boneyard in Afghanistan. Very well. We will cut off all avenues of escape. This ends now. Dus wat is nou het plan? Roach en Ghost gaan samen zijn bungalow aanvallen. Dat is deze, dat is Loose Ends. En dat doen dus Ghost en Roach en Price en Soap gaan samen een boneyard aanvallen. Een boneyard, dat is meer een graveyard voor planes. Om makkelijker te zeggen. Dus ja, dat is het plan. En één van de twee gaat Makarov vinden. Dat is het plan. En hier in dit gebied gebeuren veel epische dingen. En er gaat veel gebeuren qua story. Dit is een zieke missie. 3, 2, 1. Iets te vroeg. 3, 2, 1. Nee. Nu dan? Nu, een beetje. Landmines, bouncing betties. Aha. Dikke ambush hier. Au, 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 au. Left side. Ghosty is a girl, chill. Snipers in de bosjes. Het hele rattenplan, zie je. Ah, ze hadden alles helemaal tot in de puntjes voorbereid. Smoke? Heb ik niet, ik heb flashbang. Sorry Ghost. Scarecrow, Ghost en nog iemand. Waar loopt het was in de smoke? Ik zie hem niet daar. Oh fuck. Daarom zie ik die dude in mijn rug dus ook niet. Komen we daar vandaan? Daar komen we vandaan volgens mij. Auw! Fucking mortars. Niet leef. Die mortars zijn echt niet leef. Val aan! We zijn in de buurt. Alright, two trucks leaving the target building. Oftewel. Nou, die nog. Boom! Oftewel, Makarov is dus nog niet gezien door Archer. En Archer zijn die snipers die daar op de heuvel zaten. Die je net al heel even hebt gezien, waarschijnlijk die killishoot snipers. Fucking badass. Ah ja, waar gaan we dan? Breachen. Waarom heb ik een F9? Ik wil eigenlijk ook geen F2000. Met ACOG dan toch niet? Waar gaan we breachen? We gaan in de keuken breachen. We gaan met Ozo. Ja. Je wilt niet weten hoeveel wapens en rommel hier allemaal ligt. Allemaal fucking ziek wat hier ligt.
We hebben een scoped LS Hubble de pup, die zijn we ook wel nodig. Wat een rare scope trouwens. En hier hebben we nog van alles en nog wat RPG's. En dit ding is op zich, hij heeft niet zo heel veel. Dus we gaan denk ik voor de M240. Die is gewoon mooier. Met een... Ik zag net een UMP. Jongens, ik ben bezig met een UMP aan het uitzoeken. Ah, een UMP met eco. Fuck dat. Ja, ja. Kalm. En misschien ken je dit huis wel van multiplayer. We moeten downstairs en upstairs. Er zijn twee plekken. Er zat er eentje te campen in de wc. Ik moest waarschijnlijk wat poepen. En wat zit hier? Boom. Fuck jou met je shotgun. En fuck jou om het hoekje heen te sprinten. Minigun, 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 maar dat kunnen we niet gebruiken. Sad face. Ah, dus het enige wat we nou hebben om ons te checken is de basement. En de basement kun je via hier naartoe, dacht ik. Ja. Yeah. We hebben twee deuren om zo'n beetje te beginnen met deze. En hier vinden we de armory van Makarov, zijn huis. Dat heeft hij goed voor elkaar. Dan mogen we hier een wapen uitzoeken. Op zich een A12 shotgun, hè. Ik heb die al meerdere malen gepakt nu. Maar die is gewoon zo chill om dingen te fixen als het misgaat. Dat is het hem eigenlijk. Als het helemaal naar de tering gaat, om dan je te redden, moet je eigenlijk een A12 hebben. En we gaan nu naar het laatste ding toe. En er liggen ook nog meer wapens. Er liggen belachelijk veel wapens hier. Heb je wel een UMP met red dot sight? Nou, we houden de A12 al. Heb je nog een striker, een algabar, dat is echt... Zo fucking veel hier te vinden, dat is echt niet gezond. Maar we gaan hier weer naartoe voor de ammo. Hoeveel ammo, dat is wel belangrijk. Ik begin alvast met... Ja, dat wel, ja. Safe house is heel veel info te vinden. Ik begin alvast met de claymore, zoals je merkt. Dan zul je denken waarom. Als je het huis niet mooi vindt, hè, dan heb je een probleem. Maar we gaan het huis nog heel veel zien. Heel lang ook. Ja, dat ga ik zo doen. Ammo refillen, dat hebben we geen nieuwe claymores, dacht ik. Maar als we hier gaan staan, hebben we wel een paar nieuwe claymores. Om precies te zijn, 5. Ja, kalm. Komt helemaal goed. Geen paniek, ik ben alleen even perimeters aan het opzetten. Want ik weet dat er gaat komen. Helaas. Kalm, calm your tits. Oké, dan hebben we er nog één claymore voor hier. Oké, dan gaan we dan. We gaan naar die computer toe. Dan gaan we. Override, working, bladibladibladibla. Aha, heb ik al gedaan. Dank u. Wat er dus nu gaat gebeuren, is dat we 70 minuten lang moeten wachten tot het alle valse kopjes zijn. 19 minuten lang. 39 minuten lang. En zo gaat het op en neer. Uiteindelijk is het volgens mij 10 minuten. 4 minuten. Het is lang. In ieder geval.
heel lang. En wij moeten dit dus defenden. En op den duur komt er volgens mij ook een juggernaut. En daar word je niet blij van de juggernaut. Zeker niet. Claymores gaan af. Nadat ik ze daar allemaal neer had gezet. En ik heb dus een safe haven hierboven gemaakt. Goddank save the game wel genoeg. Dus dat helpt wel heel erg. Vergeleken met COD 4 dat je zo gigantisch lang moest wachten. Is dit al een stuk beter. En het beste is om hier te gaan liggen in principe en vanaf hier een beetje makkelijk in range te kunnen schieten en dingen te kunnen defenden. En dat downloaden van die files gaat zo fucking langzaam. Maar zoals ik zei, goddank, zitten er genoeg save dingen bij. Wat echt heel erg helpt. Maar het is wel een vette missie dit. En waar het over heeft is van deze kant op. Dat weet ik niet meer zeker. Nog 4 minuten. Maar we zijn er nog lang niet ook. En dat is mijn eerste zorg nog. Want we kunnen dit wel kopiëren. Wel prima. Maar ja. We moeten ook nog weg. En wat gaat het probleem zijn? Inderdaad, wegkomen hier. Maar met een M240 op deze manier moet dat wel redelijk lukken. Dus dat komt ook wel goed. Oeh. Als je denkt van, hey, hoe de fuck deed je dat? Ik heb het wel vaker uitgelegd. Maar als je denkt van, hey, je was aan het reloaden en opeens cancel je de reload, hoe de fuck doe je dat? Dat doe je door te gaan sprinten in Call of Duty. Dat werkt, nou in de meeste games trouwens, werkt het zo, maar in Call of Duty vooral. Werkt heel goed. Gauw als je aan het reloaden bent, als je gaat sprinten, dan stop je het reloaden en dan kun je gewoon weer schieten. Stel, je reload vroeg en dat doe ik veel. In multiplayer helemaal. Gauw als ik iemand heb gekillt, reload ik. En we hebben altijd shotgun nog voor noodgevallen. Ga dood. En op veteran, zoals je kunt gokken, is dit een hel. Echt een hel. Maar volgens mij zijn de lui ons ding aan het aanvallen, of niet? Nee. Dat is het probleem. Er zit een laai beneden om het ding te vernachtelen. En zo gauw zij dat vernachtelen, dan gaat die tijd langzaam en dan stopt daar, et cetera, et cetera. En waar ik vooral met dit huis nare herinnering aan heb, is veteran spec ops mode ding. Veteran spec ops moest je namelijk iets van 12 jugs of zo killen. Dus dat is een beetje verrot. En behoorlijk moeilijk als je 12 van die lui allemaal krijgt. Het was wel een super vet iets om te doen in Spec Ops, dat zeker wel. Maar makkelijk was het ook weer niet. En we zijn klaar. Game saved. Aha, we zijn op weg naar de landing zone.
En nu gaan we belangrijke dingen leren bij de landing zone. Als we er eenmaal zijn, wat nog wel even duurt. Want we zijn er nog niet. Waar komen hier enemies vandaan? Nee, moet ik hier wel langs. Nee, dit is gewoon een stom kutplekje waar we niks aan hebben. We moeten daadwerkelijk daar naartoe. En ik ren gewoon even door. Makkelijkste. Op regular kan dat. Het is hier een beetje druk met mortars en shit. Help mij, help mij, help mij, help mij. Ik ben dood, dankjewel voor de hulp. Ghost, niet echt. Gaan we dan weer. We gaan het slim aanpakken. Ik weet dat je kunt glijden in de game. Dus glijden we er wel omheen. Ook al worden we heel wat aangevallen, ouwe. I've got you, Roach. Hang on. Oké. Ghost is ons nu dus aan het redden. Wij hebben ondertussen een AK om terug te schieten. Al die life. Red Smoke houdt in dat ze daar moeten aanvallen. Met een minigun. Of met de, ja, met de dual dingen. Dit is een little bird. Dus. Komt goed. Komt goed, Ghost. Zou je denken. Maar nu gaan we iets belangrijks leren. We gaan iets heel belangrijks leren. Kijk eens wie we daar hebben. Onze grote vriend Shepard. Hey Shepard. Wat fijn dat jij persoonlijk naar deze missie toe komt om onze data te krijgen. Ja, we hebben de DSM, ja. Say what? Bam. Oftewel, Shepard is een vuile, vieze, gore, takken, tyfus, cholera-leier. Die ons dus nou gewoon heeft gekild. Ghost en Roach. Gewoon zijn eigen mensen. Qua Amerikaans leger achter dan. Gewoon killen. Klaar. En daar is Ghost. En heel veel mensen, vooral omdat Call of Duty Ghost uitkwam, hadden iets van Ghost leeft nog. Hij is me wel verbrand, hij heeft een verbrand gezicht, maar hij leeft nog en bla 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 bla. Ik denk het niet. Hoezeer ik het ook hoop, want Ghost is wel fucking episch, maar ik denk het niet. En Price is een vuile, vieze, gore, takken, tyfus, cholera leier, zoals ik al zo mooi omschreven heb. En hij killt ons persoonlijk, hij steekt ons onder de fik. Dramatische muziek op de achtergrond. En wie moet er dus dood? Shepard, inderdaad. En wie gaat dus badass Batmans en Sipkist Soapie killen? Inderdaad, Shepard gaan zij killen. Om niet te veel te spoilen natuurlijk. Kuch, kuch. Maar we gaan nu eerst spelen als Soap. Samen met Price op de Boneyard. En dat is ook een lastig stuk. Een behoorlijk lastig stuk. Want daar zijn we dus Captain Soap McTavish. Nope. They're dead, Soap. Shepard's cleaning house. I'm working my way back to you. Shepard betrayed us. Have to trust someone to be betrayed. I never did. I never did. Da! Nikolai. Oh, ik wil Nikolai eigenlijk nog vergeven, die is zo episch. We'll have to take them all out then. Or let them take each other out. Either way, I'll see you on the other side, my friend. Nikolai is echt episch. Dat is echt een epische Rus in deze game. En dat heb ik al vaker gezegd, volgens mij begin van deze serie. Dat qua dat Call of Duty qua singleplayer toch altijd nog beter is dan Battlefield. Je onthoudt de characters. Nikolai onthoud je, die Rus die zo droog kloterig is. En al die dingen, dat onthoud je echt. En Battlefield, ik zou niet meer weten hoe die lui heette. Ik weet alleen nog Wrecker. Van Battlefield 4.
En daar houdt het eigenlijk ook wel mee op. Ik weet alleen dat het in het begin in die auto zit. Dat herinner ik me allemaal nog wel. Gewoon de singleplayer zelf. Met name en shit. Echt geen fucking idee. Echt geen idee. En dat is bij Call of Duty altijd wel beter geweest. Je onthoudt de namen van de characters. Je onthoudt de story ook beter wat je moet doen. Je onthoudt zelfs quotes in principe. Zoals ik. We are leaving. En. Van, nou is de ghost aan ze maar. Used to be 55 people here. Now it's a ghost town. Dat verhaaltje zeg maar. Ik weet niet meer op de woord precies natuurlijk. Maar je snapt wat ik bedoel. Wat voor punten ik wil maken. En dat is altijd beter geweest bij Call of Duty. Je onthoudt het gewoon beter. Nou heb ik natuurlijk Call of Duty Ghost nog niet gespeeld. Omdat die game gewoon op PC heel slecht geoptimaliseerd is. En dat komt wel goed. En dat klinkt ook weer raar natuurlijk, maar dit, ik neem alles nu voor op. Ik heb Modern Warfare 2 vanmorgen opgestart om te gaan recorden en nu is het vanavond. Inmiddels komt er nog wat andere dingen met Lennart voor record en Surgeon en zo. En ik neem het een heel eind in voren op. Het is nu, nou denk ik, 17 februari. Jullie zien dit een stukje later, een heel stukje later. En dat is fucking vet met flares. Maar omdat jullie het een stukje later zien. Voor mij is het nu 17 februari dus, zoals ik zei. 18 februari, morgen dus. Komen, als het goed is, de nieuwe Nvidia videokaarten uit. Wat voor mij inhoudt dat ik dus nieuwe videokaarten ga kopen. De GeForce of GTX Titan Black Edition. Die fucking epic zijn we. De specs zijn al wel geconfirmed inmiddels. Het is alleen nog dat ze in de verkoop gaan. En tegen de tijd dat jullie deze video dus zien, heb ik die kaart al lang. Een probleem met mijn 580's. Nou, is er niet echt. Het is niet echt een probleem. Het enige wat een probleem zou kunnen zijn, is de videoram inmiddels. Die is 1,5 gig. En de meeste games vragen 1,5 gig. En sommige vragen 3 gig. Dus het wordt wat lastiger, ook al heb ik de 2, dat telt niet samen op als 3 gig. Dus je hebt niet zomaar 1,5 gig plus 1,5 gig, hé, je hebt 3 gig, omdat je SLI hebt. Zo werkt het niet, helaas. Was er maar zo'n feest, maar zo is het, zo'n feest is het niet. Oh fuck, daar is het een beetje druk. Oh, BTR. Ah, ik zit hier wel even veilig. Dus zo werkt het niet, maar voor Call of Duty Ghost bijvoorbeeld, die game is zoals ik zei slecht geoptimaliseerd voor PC. Dat ligt niet aan mijn videokaarten. Als je kijkt naar Battlefield 4, die ziet er duizendmaal mooier uit en speelt een stuk beter en vloeiender en haalt ook veel hoger FPS. Daar haal ik gewoon makkelijk nog rond de 100 FPS op. Geen enkel probleem. Ga weg met die nee, ga weg met die nee. Echt geen enkel probleem, maar Call of Duty Ghost, nou, 30, 45, dan houdt het op. Helemaal omdat ik ook niet in SLI kan. Ik kan maar één videokaart gebruiken. In principe wil ik die game kunnen spelen. Anders zie ik mijn attachments niet. Modern Warfare 2 speel ik prima. SLI, zoals nu. 400 FPS als ik niet aan het recorden ben. Dus, dat werkt allemaal perfect. Alleen Call of Duty Ghost is dus zo slecht geoptimaliseerd. Dat het op wat voor PC eigenlijk ook. Gewoon rampzalig draait. Maar als ik die Black Edition kaarten heb, dan kan ik Call of Duty Ghost ook prima spelen. En ik denk dat ik dan ook nog wel even de singleplayer misschien hier achteraan doe, na Modern Warfare 2. Dat ik dan Call of Duty Ghost ga doen, maar dat ligt ook aan als jullie er zin in hebben natuurlijk, wat jullie van vinden. Maar daar heb je dan nog wel een video van gezien trouwens, tegen nu. Denk ik, tenminste als ik het zelf ook wil doen. Gewoon dus even, ja, we are leaving. Kijk, daar heb je hem, we are leaving. Maar als ik er zelf natuurlijk ook zin in heb. Maar op zich heb ik er wel zin in. De singleplayer zou wel goed zijn namelijk. Maar het probleem was alleen dat het voor geen zak draaide. Dat was echt het hele probleem. Dus als ik die Titan Black Editions heb, dan kan ik Call of Duty dan ook prima recorden, hoop ik. Omdat die game met zoveel kracht, zal die game echt, omdat die game is echt crap geoptimiseerd. Echt rommel, qua dat. Slechter dan GTA 4 nog in het begin. GTA 4 was al de slechtste poort tot die tijd. Die had de kroon daarvan.
Oh, blijven rijden, dank u. Mijn Ghost is echt gewoon zo crap geoptimaliseerd dat je waarschijnlijk wat tijdens nodig bent om het redelijk op 60 frames per seconde te kunnen spelen. En om dat dus te doen en te recorden, dan ben ik het natuurlijk nodig. En met een Black Edition. Oh, we moeten ook sturen nu. Ik moet sturen, rot op. Ik moet sturen in de dinges. In de dinges. Oh fuck. Dat ging niet helemaal goed. Maar dan kan ik het dus ook eindelijk recorden. En daar ben je dan €1800 aan grafische kracht voor nodig. Dat is echt gewoon zielig. Gewoon belachelijk. Hoort ook niet eigenlijk. Maar doe maar. Het is Call of Duty en slecht gemuseerd, zoals ik zei. Ik heb het al meerdere malen genoemd. Maar dat was het idee om te gaan doen dus Call of Duty Ghost nog. En zoals ik zei, tegen die tijd heb je waarschijnlijk al een video ervan gekregen. Om op mikken, goed zo, goed gemikt. Dank u. Heb je er al een video van gezien? Met de vraag van, willen jullie dat alsnog zien of niet? En dat was het zo'n beetje. En ja, ik upload het gigantisch aan de voren. Jullie zien het denk ik pas op mijn hoofd ergens eind februari, gok ik. Dus dat is nog wel eentje. Prijs. To know you're close to the end is a kind of freedom. Good time to take inventory. Outgunned, outnumbered, out of our minds on a suicide mission. But the sand and rocks here, stained with thousands of years of warfare, they will remember us. For this. Because out of all our vast array of nightmares, this is the one we choose for ourselves. We go forward like a breath exhaled from the earth, with vigor in our hearts and one goal in sight. We will kill him. Dus hij gaat dood. We zijn in Afghanistan. Als soap. En Makarov gaat dood. En Shepard ook. Dat is tenminste het idee. Zullen we zien hoe het gaat uitwerken. Maar dat gaan we wel zien in de volgende part. Ik hoop dat je het een leuke part vond. En aan het einde een beetje, dat het een beetje duidelijk was wat ik aan het uitleggen was over PC. Volgens mij zei ik het een beetje vaak hetzelfde. Maar het zal wel duidelijk zijn, denk ik. En ja, laat even weten wat je van vindt überhaupt van de consoleports en alles. Daar ben ik wel benieuwd naar om te lezen. Wat je ervan vindt, gewoon qua hoe het tegenwoordig gaat. En vooral dan als voorbeeld Call of Duty Ghost. Laat het even weten in de comments. Als je het leuk vond, geef natuurlijk ook een dikke thumbs up. Deel het met je vrienden en zet hem in je favorieten. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Later.